Welkom bij de Enjoy College Tour. Dit is een initiatief van mij, Yannick van Harskamp en van Dirk Sparidans. En vandaag hebben wij een hele bijzondere gast, namelijk Laura Dijkema. We willen graag een inkijkje geven van een topspeelster in het buitenland. En we hopen dat dit voor jonge volleyballers een beetje tastbaarder wordt, hoe deze weg eruit ziet. Laura, welkom. En Dirk die heeft al een allereerste vraag voor jou. Ja, dag Laura. En ook namens mij welkom. Hartstikke leuk dat je wil meedoen aan dit initiatief. En mijn eerste vraag is eigenlijk, ik ben heel benieuwd hoe je het vindt om op deze manier over je eigen carrière te praten. Hoi. Ik vind het natuurlijk best wel een beetje spannend. Ik heb nog nooit eerder een webinar gegeven. En normaal dan sta je met clinics of presentaties natuurlijk voor een grote groep mensen. Dus dan kun je een beetje de interactie zien en een beetje zien hoe mensen reageren. En dat vind ik normaal eigenlijk wel heel leuk om te doen. En ik hoop ook dat ik mensen een beetje kan inspireren met mijn verhaal. Maar dus ik ben heel benieuwd hoe het nu gaat zijn om een webinar te geven. Dus spannend. Ja, dat snap ik. Dus we zijn heel blij dat je dit wilt doen. En ik denk dat er een hoop mensen zijn die, die heel geïnteresseerd zullen luisteren naar je. Je hebt een hoop meegemaakt, van jongs af aan tot aan waar je nu bent. En ik ben heel benieuwd hoe die weg eruit heeft gezien. Dus the floor is yours. Heel veel plezier. En ik spreek jou gedurende deze presentatie nog wel. Yes, dankjewel. Dankjewel. Nou, ik denk dat de meeste mensen mij kennen natuurlijk van de wedstrijden van Oranje. Of misschien zelfs zeg maar van de wedstrijden alleen van tv. En ik doe daarnaast natuurlijk ook gewoon aan clubvolleybal. En gedurende de winter speel ik dus voor de club. En het zomerseizoen is echt voor Oranje. Dus het hele jaar door ben ik bezig met volleybal. En voordat je natuurlijk als professional in het buitenland komt en in Oranje komt, is er een hele weg naartoe natuurlijk. En ik neem jullie daar mee, eigenlijk in een kijkje daarin. En dat doe ik een beetje aan de hand van hoe mijn carrière is verlopen, welke stappen ik heb gemaakt. En ik heb mensen ook nog opgeroepen om via Instagram vragen te stellen. Dus ook die vragen zou ik nog meenemen. En ondertussen kunnen jullie natuurlijk ook allemaal vragen stellen. Dus die hoor ik dan wel van Dirk binnenkomen. Dan gaan we gewoon beginnen. Want wie ben ik eigenlijk? Hoe ben ik bij het volleybal gekomen? Ik was vroeger echt altijd een heel erg actief kind. Ik vond het altijd heel leuk om hobby's te hebben en bezig te blijven. Zo zat ik al op jazz, ballet, muziekinstrumenten heb ik gespeeld, vaak slagwerk. En op tennis en op volleybal. En ik ben eigenlijk gaan volleyballen omdat mijn zus altijd volleybalde. En ik altijd als een soort van mascotte met haar mee mocht bij de trainingen en wedstrijden. En als klein meisje mocht gaan kijken. En toen ik 7 jaar was, was ik dus oud genoeg om ook op volleybal te gaan. En ja, hoe is het dan eigenlijk zo gekomen dat je dan echt voor volleybal kiest? Nou, dat is bij mij misschien wel een beetje op een gekke manier gebeurd. Want stiekem vond ik vroeger eigenlijk tennis altijd veel leukere sport dan volleybal. En toen ik 11 jaar oud was, toen heb ik op school met een sponsor lopen, heb ik mijn arm gebroken. En ja, je kan er nu niet zo heel veel meer aan zien, maar mijn onderarm die zat er echt gewoon verkeerd aan. Dus die moest eigenlijk gezet worden en dat hebben ze toen niet gedaan. Maar daardoor kon ik eerder weer volleyballen dan tennissen. Want mijn onderarm kon het gewoon niet aan, zeg maar, om een racket vast te houden. En daarom heb ik dus gekozen om te gaan volleyballen. En ben ik zo bij Dok Dwingelo beland. Daar heb ik mijn jeugdopleiding gedaan. En zo is een beetje het balletje gaan rollen. Door heel veel te trainen kwam ik op mijn 16 jaar, mocht ik meetrainen in de eredivisie bij Dames 1 in Dok. En in deze selectiebrief voor Jong Oranje. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. Ik krijg daarom ook veel vaak van mensen de vraag van of het echt mijn droom is geweest om echt in het buitenland te spelen. En ik moet eerlijk zeggen dat het eerder altijd gewoon echt een hele leuke hobby was. En ik ook nooit had verwacht, zeg maar, dat ik daar überhaupt mijn werk van zou kunnen maken.
Dus ja, het is niet echt mijn droom geweest per se om als professional in het buitenland te gaan spelen. Maar hoe kom je daar nou? Nou, ik was, ik denk dat ik 18 jaar was. En toen had ik een aanbieding van TVC Amstelveen. Op dat moment, toen destijds heette dat nog Martinez. En daar heb ik, ja, daar heb ik, had ik een mooie aanbieding van. En daar kon ik dus naartoe. Maar goed, die onderhandelingen, dat deed ik toen zelf. Ik zat toen in de kantine bij, bij de manager van de club. En die bood mij toen €250 aan. Een eigen auto, een appartement. En toen kreeg ik de kans om daar te gaan spelen. Nou, dat is natuurlijk niet heel erg ideaal. Gelukkig kwam ik toen in contact met Theo Hoflands. Hij is nu mijn zaakwaarnemer en mijn manager. En die regelt nu ook dus ook mijn zaken allemaal. En ja, een zaakwaarnemer, een makelaar. Die, ja, ik heb het hier ook in de presentatie allemaal opgezomd wat die doen. Maar die, ja, hij neemt alles zeg maar uit handen voor mij wat ik moet regelen. Dus ik hoef gelukkig niet meer zelf die onderhandelingen te doen. Met Theo heb ik dus ook gezeten om mijn carrière destijds te plannen. Dus wat is voor een jonge speelster bijvoorbeeld goed om te doen? Is het dan handig om meteen naar een heel groot team te gaan? Of is het handig om een beetje die stapjes op te bouwen? Dat heb ik allemaal met hem besproken. Een makelaar die komt dan ook met aanbiedingen. En een makelaar gaat voor je onderhandelen met de club om het beste contract er natuurlijk uit te halen. En een makelaar is er dus ook voor je als er problemen gedurende het seizoen zijn. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je bijvoorbeeld niet genoeg speelt bij een club. Dat je huis niet goed is. Dat de auto niet geregeld is. Of dat de club niet betaalt. En het is dan heel fijn dat een makelaar er dan is om die problemen voor jou op te lossen. Zodat jij je echt kan focussen op het volleybal en op de sport die je doet. Dus ik kreeg dus ook als vraag op Instagram van of het echt een voordeel heeft om een spelersmakelaar te hebben. En ja, en wat het grootste voordeel daarvan is dat je ook niet voor jezelf hoeft te onderhandelen. Ik zou het bijvoorbeeld zelf heel moeilijk vinden om voor mezelf te bepalen hoeveel ben je nou waard en die harde gesprekken aan te gaan. Dus daar ben ik blij om dat ik dat niet heb. En wat ik net ook al zei, het is gewoon heel fijn dat een makelaar die problemen voor jou gedurende het seizoen kan oplossen. Zodat jij je gewoon echt kan focussen op het volleybal. En de tegenover staat is dat een spelersmakelaar vaak een percentage of van je contract krijgt dus, of soms spreken ze dus ook met de club een soort percentage af, waardoor ze op die manier betaald worden. Waren er al vragen, Dirk? Nou ja, ik ben zelf wel benieuwd hoe dat dan voelde voor je, dat je eigenlijk niet de droom had om in het buitenland te gaan spelen, maar dat je wel de eerste keer een contractje tekende voor €250. Dus hoe voelde dat voor jou? Ja, op dat moment voelde dat ja, heel cool natuurlijk eigenlijk, want vooral op die leeftijd, ik had volgens mij gewoon een studiebeurs, zeg maar, en dat was het enige wat ik toen verdiende. Dus ja, ik ging voor het eerst geld verdienen met eigenlijk mijn hobby. En ik vond dat wel heel leuk inderdaad, maar ik vond het vooral volgens mij gewoon heel cool dat ik gewoon geld kreeg dat ik mocht volleyballen. En ja, wat je zegt, was dus nooit echt mijn droom, maar ja, het was gewoon heel gaaf dat toen... ja, dat toen gebeurde. En ik denk dat ook wel een soort van een beetje verslavend werkte. Van, oh, ik kan voor mijn hobby, weet je wat, kan ik betaald krijgen. En ja, maar ik zag het toen nog niet echt als werk, zeg maar. Nee, dat is logisch. En misschien gedurende de jaren zal het misschien een beetje veranderd zijn. Maar dat zullen we verderop in de toekomst van deze presentatie ook wel te horen krijgen. Dus ja, ik ben benieuwd. Ja. Ja, want toen ik dus met Theo in contact kwam, nou, op een gegeven moment, ik had toen mijn eerste jaar bij Amstelveen gespeeld. En ik speelde toen een seizoen in Oranje. Ik had het WK 2010 gespeeld voor Oranje, omdat Kim Stalens, die toenmalige spelverdeelster, die was toen ineens zwanger. Dus mijn hele carrière, die jaren, dat ging echt als een soort van stroomversnelling. En op dat moment kwam Theo dus met een aantal aanbiedingen om naar het buitenland toe te gaan. En ja, hoe werkt dat dan? Ja, dan krijg je je eerste aanbiedingen. En ik had op dat moment natuurlijk geen idee wat een goede trainer was. Wat een leuke plek is om te wonen.
ik had op dat moment veel aanbiedingen ook vanuit Duitsland. Dus Duitse cultuur is natuurlijk nog redelijk vergelijkbaar ook met de Nederlandse cultuur. Dus dat was misschien een iets minder grote stap. Ik heb toch gekozen voor VfB Zoel. Zij speelden op dat moment ook Challenge Cup in Duitsland. Dus het was ook een mooie kans voor mij om ook voor het eerst Europees echt te gaan spelen. En hoe het dan werkt, ik kies voor die club. Omdat er zat op dat moment een goede coach, Felix Kozlowski. Die is op dit moment ook bondscoach van het Duitse team. Die ze kennen mensen hem wel. Hij stond onbekend dat hij een goede vooral jeugdtrainer was ook. Goed om speelsters op te leiden. Goede trainingen ook. Hij komt echt uit de school van Giovanni Chiedetti. Nou goed, dat moet ik eerlijk zeggen dat ik dat zelf op dat moment niet per se wist. Maar dat Theo mij dat natuurlijk kon vertellen. En dan krijg je dus een voorcontract. En in het voorcontract staat eigenlijk alleen de duur van het contract, het netto salaris, de bonussen, dat je een auto krijgt, dat je een appartement krijgt. Zeg maar, alle basisdingen staan erin. Die heb ik dus getekend. En toen begon mijn eerste avontuur in Seoul. En ik weet nog goed dat ik daar naartoe ging. Mijn moeder die bracht mij op dat moment daarheen. En ik had mijn hele auto vol met, ik had volgens mij zelfs een kistje meegenomen. En allemaal kussentjes, fotolijstjes. Alles met een hele rattenplan om een gezellig appartementje van te maken. Het was gelukkig ook maar 5 uur rijden. Dus mijn familie die kon mij ook goed bezoeken daar. En dat was ook al een beetje een vereiste van als ik het eerste jaar naar het buitenland ga. Dat ik een beetje dichtbij nog familie ben. Dat als er iets is, dat ze binnen dag gewoon heel makkelijk in de auto bij mij zouden kunnen komen. En toen begon dus mijn professionele leven eigenlijk. Ik heb hier ook een kadertje daarnaast staan van de clubs waar ik in Duitsland heb gespeeld. En profleven, hoe ziet dat eruit? Je traint dan 2 keer op een dag. Je leven ziet er echt uit van trainen, eten, slapen, behandelen. En dan weer trainen, eten. 2 keer op een dag en dat 5 dagen per week. Dus dat was wel heel intens ineens om fulltime als prof te leven eigenlijk. Daarin is Duitsland nog wel vrij makkelijk omdat de cultuur natuurlijk best wel vergelijkbaar is. Ik sprak op dat moment ook wel Duits omdat ik Duits op school had gehad. In Duitsland zijn bijvoorbeeld ook buitenlanders ongelimiteerd, zeg maar, dat die daar mogen spelen. Dus je hebt geen buitenlandersregel. Dus daarom dat ook veel jonge meiden vaak naar Duitsland of Frankrijk gaan. Omdat de regelgeving is dat heel makkelijk dat ongelimiteerde buitenlanders mogen spelen. En wat wel bekend staat in Duitsland is dat je echt heel veel moet reizen. Je doet alles met de bus. Dus ik heb bijvoorbeeld in Dresden gespeeld. En als ze dan een wedstrijd in Münster moesten spelen, moesten ze echt van Oost-Duitsland naar West-Duitsland. Dan zit je echt zo'n 10 uur in de bus. Dat zijn dingen, dat maak je in Nederland natuurlijk niet mee. Want als je een wedstrijd van Amsterdam naar Weert moet, dat is al ver. Maar dat is dan een keertje 1,5 uur. En dat doe je lekker met de auto. Dus dat zijn allemaal behoorlijke aanpassingen. En wat ook nog een heel groot verschil was in Duitsland, is dat er enorme fan clubs zijn bij de teams, zoals je een beetje misschien in Nederland bij het voetbal kan verwachten. Dat hele blokken op de tribunes worden afgezet voor de fans. Daar zit er gewoon een hele fanclub met trommels en alles. En na de wedstrijd moet je ze bedanken en abklatschen, hoe dat dan heet in Duitsland. Dus dat was allemaal heel leuk ook vooral. Waardoor je echt merkte van oké, het volleybal is echt zoveel meer dan alleen een hobby. Het is echt gewoon een heel leuk spektakel ook gewoon om de wedstrijden te spelen. Nou, het eerste jaar in Duitsland, wat heb ik er nou eigenlijk echt van geleerd? In Duitsland hebben we gewoon onwijs veel getraind. En ook de dingen als bijvoorbeeld op de trainingen moet je Engels praten. Dat is allemaal best wel spannend natuurlijk de eerste keer in het buitenland. En ook gesprekken bijvoorbeeld met de trainer. Moeilijke gesprekken bijvoorbeeld als je niet tevreden bent. Dat je bijvoorbeeld niet veel speelt. Of dat je misschien een keer onterecht gewisseld bent. Ja, dat soort gesprekken gaan dan allemaal in het Engels of Duits. En dat is natuurlijk best wel spannend. Vooral voor een jonge speelster. En wat ik ook heel mooi vind om mee te maken is dat je echt van andere teamgenoten echt dingen leert van andere culturen.
Zoals in die tijd in Soel was mijn concurrent eigenlijk, de andere setter, was een Servisch meisje. En ik kan me nog heel goed herinneren dat wij bijvoorbeeld op een maandagochtend samen de setterstraining hadden. En dat het alarm zeg maar afging, wat iedere maandag om 12 uur gaat. En dat meisje begint echt keihard te huilen ineens. Dat ik echt dacht van, wat is dit? Maar goed, dat meisje had, had de oorlog in Servië nog meegemaakt. En iedere keer als zij dat geluid hoorde, dan was ze zo in paniek. En ja, kreeg ze helemaal dat gevoel van vroeger zeg maar weer terug. Ja, en dat vond ik wel heel bijzonder om dan daarmee in aanraking te komen van dat ook mensen van mijn leeftijd zeg maar zulke heftige dingen hadden meegemaakt. En ja, dat vind ik wel heel waardevol zeg maar om dat soort mooie momenten ook naast het volleybal ook mee te nemen. Dus dat was mijn eerste ervaring eigenlijk in Duitsland. Daarna ben ik nog een jaar naar USC Münster gegaan, wat eigenlijk nog dichterbij voor mij was. En daarna vertrok ik naar Turkije. Dirk, had jij nog een vraag voor mij? Ja, zeker. Ik zie hier dus een jong meisje voor me wat met een auto vol met spullen naar het buitenland vertrekt. En die eigenlijk niet een echte droom had om als profvolleybalster in het buitenland te spelen. Hoe waren je eerste ervaringen van het professioneel volleybalbestaan? Ik vond het eigenlijk heel leuk. Want... ik zat toen in Soel en Soel is echt een super klein dorpje. We hadden bijvoorbeeld wel een auto van de club, maar we konden eigenlijk lopend naar de sporthal. Het was eigenlijk het bergje op, zeg maar, en dan waren we bij de sporthal. En omdat het zo'n klein dorpje was en er was niet zoveel te doen, was ik heel hecht met mijn teamgenootjes. En wat ik net ook al zei, van je leerde ook echt die andere meiden, die Servische meiden, en die leerde je echt heel goed kennen. En ja, ik vond het heel intens, zeg maar omdat wij daar zo'n fijne groep hadden ook, ging het me eigenlijk best wel makkelijk af. En ging ik het wel echt steeds leuker vinden. Ik moet wel zeggen dat ik het op dat moment nog niet echt als werk zag, zeg maar, als professional. Het was echt nog steeds gewoon dat ik volleybal super leuk vond om te doen. En dat het misschien nog steeds een uit de hand gelopen hobby was, zeg maar. Oké. Ik ben ook wel benieuwd naar een stapje terug eigenlijk nog voordat je in het nationaal team een kans kreeg, omdat Kim Stalens toen zwanger raakte. Hoe kom je in de picture voor Jong Oranje? Ja, goede vraag. Ik had mijn jeugdopleiding natuurlijk bij Doc in Dwingelo gedaan. En op een gegeven moment mocht ik vaak meetrainen bijvoorbeeld met dames 2, dames 1. En ik zat toen zelf nog in meisjes A bijvoorbeeld. En na mijn eigen trainingen van meisjes A, train ik standaard met een dames team mee. Dus ik stond altijd iedere dag 4 uur zeg maar, in de sporthal. Eerst 2 uur met mijn eigen team. Daarna 2 uur met nog een dames team. En toen ik dus op een gegeven moment 16 jaar was, toen kreeg ik de kans dus om met dames 1 mee te trainen. Mocht ik ook de wedstrijden mee op de bank. En af en toe dan kwam ik een puntje erin en dan mocht ik de makkelijke wedstrijden, mocht ik misschien een keer een setje spelen. Dus ik ben daar ook, zeg maar, heb ik ook veel te danken natuurlijk aan de trainers die dan vertrouwen in je hebben. Maar ik denk wel dat je op zo'n manier, zeg maar, omdat je best jong bent en af en toe een setje meespeelt, dat je daardoor wel in de picture komt bij bijvoorbeeld een Jong Oranje. Maar wat daarvoor afgaand, wat ook voor talenten zeg maar belangrijk is, is dat je echt veel trainingsuren maakt. Dus gewoon dat je dus bij je eigen team traint en daarnaast vraagt of je misschien ook met een ander team mee mag trainen van de dames die wat ouder zijn, waar je misschien weer wat meer van leert en daardoor ook gewoon je trainingsuren maakt. Dus als ik dat bijvoorbeeld aan talenten mee zou willen geven, is door gewoon echt ook gewoon, als je niet die mogelijkheid hebt, gewoon te vragen voor extra trainingen. Het is ook gewoon normaal dat destijds dat je bij een andere club misschien, weet je wel, bij een damesteam mee gaat trainen een paar keer per week. Ik denk, er zijn zoveel meer dingen mogelijk dan dat mensen denken. Dus als jij echt wat wil, ga gewoon vragen en vraag voor extra uren. En uiteindelijk zo word je alleen maar beter en kom je misschien in de picture. Oké. Wat voor dingen heb je bijvoorbeeld geleerd van oudere speelsters? Ja, hele goede vraag weer. Nee, ik vond op dat moment, weet je,
als je in de jeugd speelt, je bent altijd met je eigen leeftijdsgenoten. Je hebt een beetje dezelfde misschien drive, zeg maar, in je team. En ik denk met oudere speelsters, ja, die hebben gewoon echt meer ervaring. Die hebben meer spelinzicht. Die kunnen je bijvoorbeeld leren van, nou weet je, in deze situatie moet je dit misschien doen. Of is het, kijk even hiernaar. Ik weet nog heel goed dat ik mijn eerste jaar bij Dames 1 mee mocht trainen. En bijvoorbeeld bij Dok in Dwingelo. En dat daar oudere ervaren speelsters waren. Die mij gewoon bijvoorbeeld in het verdedigingssysteem gewoon kleine tips gaven. Bijvoorbeeld van, nou je kan beter hier beginnen met in de verdedigingspositie. Want kijk, daar heb je veel meer overzicht. En omdat oudere ervaren speelsters dat tegen je zeggen. Ja, daar leer je gewoon meer van. Want van je eigen leeftijdsgenoten zit je altijd in dezelfde trainingen. En wijs je elkaar ook niet echt op die dingen. Dus oudere speelsters, daar kun je net even wat meer van leren. Oké, volgens mij gaan wij naar Turkije vertrekken. Ja, dat klopt, ja. Ja, want na mijn eerste 2 jaar in Duitsland, toen ging ik naar Turkije toe. Ik had de aanbieding van Halkbank uit Ankara. En de Turkse competitie, daar mag je maar per team maar 4 buitenlanders in het team hebben. En van die 4 mogen er ook maar 3 op het veld staan. Dus het wordt al voor moeilijker voor een buitenlander om in de Turkse competitie te spelen. Daarnaast is het in Turkije vaak zo dat je eigen club heeft een eigen trainingsaccommodatie, een eigen trainingshal. En de wedstrijden worden vaak in de grote hallen gespeeld van de federatie. Zo'n hal heb je bijvoorbeeld in Ankara staan, maar zo'n hal heb je ook in Istanbul. En in Ankara had je destijds bijvoorbeeld 6 volleybalclubs en in Istanbul ook een stuk of 8. Dus je reist vooral veel tussen Ankara en Istanbul heen en weer. En dat reizen deden we eigenlijk altijd met de bus. Dus we vlogen weinig, maar ja, het is vooral veel reizen dus weer met de bus. Nou, toen ging ik dus naar Ankara. Super spannend, want ik kon natuurlijk niet mijn hele koffer of mijn hele auto volgooien met mandjes en fotolijstjes. Maar ik moest natuurlijk met het vliegtuig, dus ik moest mijn bagage een beetje beperken. Dus ik ging met 2 koffers en dat doe ik nu nog steeds. Met 1 koffer met gewoon volleybalkleding en 1 koffer met mijn normale kleding ging ik dus naar Ankara toe. En ik had een nachtvlucht. En ik was dus super brak toen ik 's ochtends aankwam. En ik werd opgehaald door mijn coach. Vond ik al best raar, want normaal word je gewoon opgehaald door een manager of wat dan ook. Maar goed, ik werd opgehaald door mijn coach. Die sprak een half woord Engels. Eigenlijk net niet helemaal lekker. Maar goed, hij kwam heel vriendelijk over. Dus ik stap gewoon bij hem in de auto. En ja, we gingen rijden. Dus ja, ik ging ervan uit dat ik naar mijn appartement gebracht werd. En dan mij daar rustig voor voorbereiden voor een training misschien in die middag. Maar we kwamen bij het hoofdkantoor van Halkbank, van de bank aan. En daar, ja, daar zat ik met hem 1,5 uur in een soort wachtkamer te wachten. En ik wist niet wat er ging gebeuren. Het enige wat hij uitbracht was bos. Nou ja, baas. Dus ik ging de baas ontmoeten. En daarom moet ik dus voor het eerst eigenlijk in mijn leven de, ja, echt de grote president, zeg maar, van een volleybalclub, best wel officieel. En dus ik gaf de president van onze club, wat dus ook de bankdirecteur van Halkbank was, heb ik een handje gegeven, een fotomomentje. Nou, dat duurde misschien 4 minuten. En toen kon ik daarna de auto weer in. En dat vond ik al best wel indrukwekkend, want het was gewoon de directeur van de bank natuurlijk. En daarna hebben we de auto weer naar mijn appartement toe. Ik ging eigenlijk wel naar mijn appartement toe. En ik kom in mijn appartement aan en ik doe de deur open en er staat gewoon een meisje in het huis. Nou ja, wat ik met Theo altijd afspreek, is dat ik een appartement voor mezelf heb. Omdat ik er best wel op gesteld ben dat mijn familie en vrienden gewoon altijd bij mij langs kunnen komen. Zodat ik niet, zeg maar, dat ze gewoon bij mij thuis kunnen blijven. Dat ze niet in een hotel hoeven, maar dat ik het echt gewoon een fijne tijd met ze samen kan hebben. Dus ja, dat was voor mij heel vreemd dat er ineens een meisje in mijn huis stond. Die ik niet echt had verwacht. En nou ja, ik was natuurlijk nog steeds super brak van die nachtvlucht. En ja, dus ik had ineens een huisgenootje. Nou goed, dat overkom je dan gewoon. Ik heb het maar geaccepteerd. Ik heb mijn koffers in de kamer gezet. En ik ben toen eventjes gaan slapen. Ik weet nog wel dat ik had daar ook echt een heel apart huis. Het was echt een super groot huis. Waar echt heel
Turks, maar ik had bijvoorbeeld in dat huis ook zo'n toilet, gewoon zo'n gat in de vloer, weet je wel. En ja, dat zijn wij gewoon in Nederland niet gewend en dat vond ik echt super ranzig. Maar dat terzijde. En nou ja, toen had ik dus eventjes de tijd om eventjes een uurtje te liggen en te slapen. En toen had ik die middag training. Nou ja, normaal duurt een volleybaltraining natuurlijk 2,5, misschien 3 uur. En ja, ik had me dus niet heel goed voorbereid op die training na die lange reis. Maar goed, ja, je moet, want het is je werk. Dus ik ging trainen. En nou, warming up, teamspel, wat verdedigen. Nou goed, op een gegeven moment was het 2,5 uur op de klok geweest. En de trainer die loopt de hal uit en die gaat in zijn kantoortje zitten. En de assistentcoach had toen nog even 1,5 uur de tijd om nog een training met ons af te draaien. Dus mijn eerste training daar was meteen 4 uur durend. Dus je kan je wel voorstellen dat ik misschien helemaal gesloopt was na die reis en die 4 uur durende training. En het was dus ook gewoon heel normaal dat de coach daar gewoon af en toe eventjes de training uitliep om in zijn kantoortje te gaan zitten om even een sigaretje te roken. Hij sloeg ook gewoon ballen aan met zijn oortjes in zijn telefoon, van zijn telefoon, zeg maar, al bellend, sloeg hij ballen aan op ons tijdens de oefening. En ja, dat had ik dus echt nog nooit meegemaakt. Maar ja, dat moesten we maar gewoon allemaal accepteren. En want hij was de baas aan te kijken, dus ja, we moesten maar naar hem luisteren. Dus dat waren allemaal best wel allemaal aparte dingen. Zo hadden wij bijvoorbeeld ook een keer een wedstrijd, weet ik nog heel goed, tegen Galatasaray. En ik speelde bij Hangbank Ankara. Dat was gewoon een jong talententeam van Turkije. Zeg maar jeugd, jong oranje van Turkije. Met die meiden zat ik op dat moment in het team. En nou, tegen Galatasaray is toch een top 4 team in Turkije. Goed team, speelt ook Europees. En wij hadden daar die wedstrijd met 3-2 verloren. Nou ja, wij waren op zich als team best blij dat we een punt hadden gepakt van Galatasaray. Want het was best een prestatie. En de volgende training komt de president, dus de bankdirecteur, komt bij ons de hal binnen. En wij moeten allemaal op de zijlijn gaan staan in een rijtje. Allemaal heel nederig eigenlijk. En die beste man die gaat voor ons staan en begint te schreeuwen in het Turks. En het was best indoctrinerend dat, ja, dat wij dus die wedstrijd tegen Galatasaray hadden verloren. Dat was een schande. En op een gegeven moment komt hij dus ook voor mij staan en vroeg hij dus in het Turks aan mij van... ja, Laura, waarom hebben wij verloren? Vertel het maar. Dus ja, dat ging natuurlijk allemaal in het Turks. Dus een meisje van mij ging vertalen. En ja, ik was toen 22. Ja, ik vond het allemaal heel spannend. En ja, ik dus maar een verklaring in het Engels gegeven. Wat iemand dus weer voor mij vertaalt. Maar ja, dat zijn best wel enge dingen die je in Duitsland gewoon niet meemaakt. En op dat moment besefte ik dus wel voor het eerst van oké, dit is echt business. Er staat veel meer op het spel dan alleen een hobby. Het is echt gewoon werk wat we hier doen, want we moeten hier de wedstrijden winnen. En wat ik daar bijvoorbeeld ook meegemaakt heb, is dat aan het eind van het seizoen hebben wij de play-offs niet gehaald. En ik kom op een gegeven moment op de training en ik krijg een briefje met in een envelop voor me. Ja, Laura, lees die maar even door. En er stond dan in dat ik eigenlijk meteen naar huis mocht. Want we hadden natuurlijk geen wedstrijden meer. Maar dan wel afstand deed van de rest van mijn salaris. Nou ja, het was, misschien had ik een stuk of 6 van de 10 salarissen zeg maar gehad. Dus dat heb ik natuurlijk niet getekend. Maar goed, je wordt er wel heel erg mee overvallen ineens. Van ja, teken maar, teken maar. Ja, ik wilde eerst even over nadenken. Dus dat is best wel eng en spannend. En daarom ook heel fijn dat je op dat moment ook een zaakwaarnemer of een spelersmakelaar hebt. Zoals ik met Theo heb. Dat je dat eventjes kan laten checken. En dat heb ik op dat moment niet getekend. En toen moest ik nog 2,5 week volgens mij in Turkije blijven. Heb ik daar gezeten. En toen pas heeft de club voor mij een ticket naar huis geboekt. En heb ik uiteindelijk gelukkig al mijn salaris gekregen. Dat was destijds nog wel zo. Bijvoorbeeld in Nederland kennen we bijvoorbeeld online banking. En kun je salaris makkelijk overschrijven of wat dan ook. Nou, daar moest je dus echt nog naar de bank toe. Om je geld van lira's naar euro's over te maken. En dan pas kon je daar bij de bank zeg maar overboeken naar je eigen rekening. En aangezien ik dus al uit Turkije weg was, heb ik daarna nog betalingen gekregen. En moest ik bijvoorbeeld later nog een keer terug naar Ankara. Om daar echt naar de bank toe te gaan om mijn salaris op te halen.
Dus ja, dat zijn allemaal van die verhalen waar je niet echt over nadenkt wanneer je gezellig begint te volleyballen bij Doc Dwingelo bijvoorbeeld. En ja, dus al met al was Turkije wel echt een hele bijzondere ervaring voor mij. Qua cultuur is het natuurlijk ook super anders dan bijvoorbeeld in Duitsland. Bijvoorbeeld met het douchen alleen al. Die meiden zijn er allemaal, waren daar in ieder geval echt allemaal super preuts. Er werd ook heel vaak gewoon niet gedoucht na een training of na een wedstrijd. En dan trokken ze gewoon de spijkerbroek aan. En wij als buitenlanders vonden dat natuurlijk best wel raar en ook best wel vies. Want als je nagaat dat je een wedstrijd in Istanbul hebt en die meiden trekken gewoon een spijkerbroek aan. En daarna zit je wel nog 3 uur met hun in de bus. Ja, dat is gewoon echt niet fris. En gingen ze wel douchen, dan ging dat allemaal super preut. Dan deden ze een handdoekje om en... ja, naar de douche met douchegordijntje ervoor. Ja, daar merk je gewoon dat wij Nederlanders veel vrijer zijn in dat soort dingen. En ook het verkeer is heel, heel ongeregeld. Iedereen die rijdt kriskros door elkaar heen. Ik heb daar denk ik wel 5 spookrijders in het seizoen gehad. En ja, daar, in Nederland krijg je dan een melding op de radio. Nou, daar echt niet. Dus dat was allemaal best wel spannende situaties. Maar ook hele leuke ervaringen wat je dan opdoet. Nou, wat heb ik er dan van geleerd? Ik kan nu tellen in ieder geval tot 10 in de Turks. Nou, dat is natuurlijk heel fijn. En nou goed, het was wel mijn eerste ervaring. Echt dat het echt wel ook harde business is. En niet alleen maar heel leuk. Bijvoorbeeld met een president, weet je wel, die tegen je staat te schreeuwen. En ja, dat je echt andere dingen moet regelen ook. Zoals ik heb hier in de PowerPoint ook staan. Dat je een immigrantenzorgverzekering nodig hebt. Bijvoorbeeld in Duitsland is alles supergoed gedekt qua verzekeringen. In Turkije is helemaal niks gedekt. Dus dan moet je in Nederland goed regelen dat je goede verzekeringen hebt. Mocht je een blessure krijgen, dan wil je natuurlijk niet, niet behandeld kunnen worden of wat dan ook. Dus dat zijn allemaal dingen die er allemaal bij komen kijken. En ja, dat was dus al met al best wel een heftige ervaring. Ik kreeg als vraag via Instagram of ik veel contact heb met familie en vrienden als ik in het buitenland ben. Nou, toen ik in Turkije zat, was dat echt nog de tijd van Skype en mailen. Dus daar mailde ik altijd veel met vriendinnen en moest je echt afspraken maken om te skypen. En nu gelukkig tegenwoordig gaat het via WhatsApp en FaceTime zo makkelijk dat je iemand even makkelijk kan beeldbellen en wel kan zien, gelukkig. Dus ja, wat dat betreft ben ik blij met de technologie. Dirk, had jij nog vragen voor mij over dit onderwerp? Ja, je was 22 toen je naar Turkije vertrok en er komen een hoop onverwachte dingen op je pad. Coach die ballen staat aan te slaan terwijl hij aan het bellen is. President die tegen je staat te schreeuwen. Een meisje wat in je kamer zit terwijl je iets anders verwacht. Dan is voor mij eigenlijk de logische vraag, hoe ga je daarmee om in je eentje in het buitenland? Ja, op dat moment overkomt je dat ook gewoon een beetje. En ja, je moet er eigenlijk heel flexibel in zijn. Want als je daar heel druk om gaat maken, dat werkt gewoon niet. Ik denk ook, wat voor mij bijvoorbeeld wel heel erg heeft geschild, dat ik bijvoorbeeld geen Turks kon verstaan. Dus ik kon niet letterlijk verstaan wat die Turks president dus allemaal echt schreeuwde. En ja, dat is dan een beetje geluk bij een ongeluk eigenlijk. En ik denk gewoon dus dat het vooral heel belangrijk is dat je gewoon flexibel bent en redelijk chill blijft. Want als je daar heel druk om gaat maken, weet je, het is uit je macht. Je kan er gewoon echt niks aan veranderen. Je moet het over je heen laten komen. En ja, je moet dus echt iedere training bijvoorbeeld echt je keiharde best doen. En laten zien dat je bijvoorbeeld wel voor de winst gaat in wedstrijden. En dat je je best doet om je werk goed te doen. Want dat wordt onwijs gewaardeerd dan door de club en door de president bijvoorbeeld. Dus ja, ik denk dat je vooral flexibel moet opstellen en echt iedere dag keihard je best moet doen. Ja. Al deze onverwachte dingen die je meemaakt in het leven als volleybalster in het buitenland, vorm je die ook als speelster? Ja, ik denk als speelster, maar ook als mens vooral wel. Als ik nu bijvoorbeeld naar mezelf kijk, dan denk ik dat ik veel flexibeler in het leven sta ook. Ja, ik ben veel relaxter persoon geworden en neem het maar zoals het komt, zeg maar. Wat ik net ook zei, je kan gewoon sommige situaties kan je gewoon niet veranderen. Dus
ja, daar moet je gewoon maar mee dealen. En hoe je bent of verkeerd, ja, tuurlijk, je krijgt er super veel stress misschien van. Maar goed, dat moet je moet het echt leren om dat van je af te zetten. En ik denk dat ik daar in het dagelijks leven dus ook wel wat relaxed in ben geworden. En ook een heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld, ik woon nu bijvoorbeeld in Amsterdam, maar mijn familie die woont nog in Drenthe. Ja, dat is voor mij 1,5 uur rijden. Wat vroeger 1,5 uur rijden bijvoorbeeld heel veel was, vind ik nu gewoon, ja, niks, weet je. Dus ik zou nu op een dag gewoon makkelijk heen en weer rijden, bijvoorbeeld naar Drenthe. En ja, dat soort kleine dingen, weet je, daar merk je aan gewoon dat je door de ervaringen die je opdoet in het buitenland en alles, ja, dat je daar gewoon veel makkelijker in wordt eigenlijk. En ja, als speelster denk ik wel dat ik professioneler ben geworden. In die zin van dat ik wel echt heb geleerd van, ja, weet je, je speelt volleybal omdat je wedstrijden moet winnen. Want je moet winnen voor de club. Je moet winnen om je bijvoorbeeld je salaris te krijgen. Daarin is het wel echt werk ook voor mij geworden, vooral bij de club. Ja. Ja, het is natuurlijk onlangs ook bekend geworden dat Lonneke Sloetjes sabbatical ook heeft ingelast. Hoe sta je daar tegenover met de verhalen die je nu eigenlijk al verteld hebt over het harde leven van een topvolleybalster en ook de zware internationale kalender? Wat zijn jouw gedachten daarbij? Ja, ja, ik snap Lonneke ten eerste echt goed. Ik ken Lonneke natuurlijk ook heel goed en ja, weet je, je krijgt als professional echt wel veel druk en stress ook op je schouders. En wat ik net ook zei, van op een gegeven moment, je wordt er gewoon op afgerekend of als je wedstrijd verliest of niet. Daarnaast bijvoorbeeld Lonneke, die heeft jarenlang bij Vaartverwarring gespeeld, waar de druk natuurlijk onwijs groot was. Dat zij bijvoorbeeld echt kampioen moesten worden, de Champions League moesten winnen. Ja, dat is gewoon niet een hele relaxte werkomgeving, want je moet iedere dag weer presteren. En ik denk dat dat vergelijkbaar is bijvoorbeeld als je ook een hele goede of een belangrijke baan hebt. Of ook niet eens een belangrijke baan, maar als je iedere dag die werkdruk, zeg maar, als dat zo hoog is en zo stressvol, ja, dat breekt gewoon een keertje op. En daarin kan ik Lonneke heel goed wel begrijpen. En denk ik dat ze ook heel slim aan doet om eventjes gas terug te geven, te nemen. En even het plezier weer uiteindelijk weer op terug te vinden. Want ja, wat ik ook al zei, het begint gewoon als een hobby, omdat je volleybal gewoon leuk vindt om te doen. En op een gegeven moment wordt het echt een heel stressvol bestaan eigenlijk. En ja, dat breekt gewoon een keer op. Als je 10 jaar, jaar in jaar uit doet, dat is gewoon heel heftig. Ja. Nou, ik denk dat er ook een hele hoop mooie dingen aan zijn. En die zullen in de vervolg van deze presentatie ook nog wel volgen. Maar ik heb wel veel respect voor je. We zijn van ongeveer dezelfde generatie. Samen ook met Yannick van Harskamp. We hebben allemaal het leven van een topvolleyballer meegemaakt. Dus we weten allemaal de druk die je bedoelt, die herken ik. Dus ik heb wel respect voor hoe je dat doet. En zomaar in en richting de club ook weer. Ik ben benieuwd naar de lessen die nog gaan volgen. Nu in de volgende slides van je presentatie. Dus daar gaan we weer naar terug. Ja. Ja, want na mijn jaar eigenlijk in Turkije, toen had ik met Theo afgesproken van oké, ik wil graag in Turkije blijven wanneer ik een aanbieding krijg van een top 4 team in Turkije. Dat was dan wel de moeite waard, omdat het dan veel professioneler geregeld wordt. Waarbij ik hoopte dat niet de coach bijvoorbeeld al bellend ballen aan stond te slaan. Wanneer die aanbieding er niet zou komen, dan had ik een hele goede aanbieding liggen van Dresden. Op dat moment de nummer 2 van Duitsland, die ook Champions League speelde. En die aanbieding uit Turkije, die kwam dus niet. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om toch weer terug te keren op dat moment naar Duitsland. En veel mensen vroegen mij toen ook van, ja, hoezo, je speelt in Turkije, supersterke competitie, waarom ga je dan terug naar Duitsland? Nou, ik heb in Duitsland heel veel andere dingen geleerd. Zo heb ik daar bijvoorbeeld echt geleerd om voor de prijs te spelen. Ik was op dat moment echt een dragende speelster in het team. Ook deels aanvoerster. En op die jaren heb ik mij als mens en als speelster veel meer ontwikkeld om het team echt op sleeptouw te nemen. Echt voor de prijs te spelen, Champions League te spelen. Je moest veel meer verantwoordelijkheid nemen. Dus ik denk dat ik daar heel goed aan heb gedaan om toen weer terug te keren in Duitsland. En daar heb ik ook 2 supermooie jaren gehad. 2 keer op een rij landskampioen. We hebben de beker gewonnen. Nou, zoals je ziet, misschien wel in de slide. Dat zijn echt supergrote evenementen in Duitsland. Waar ik hele mooie herinneringen aan heb.
waarvoor je ook dus speelt. En na 2 jaar, toen kreeg ik in januari 2016 de aanbieding van Novara uit Italië. En die heb ik vrij vroeg getekend. Novara is natuurlijk een topclub in Italië. En in januari had ik daar dus al getekend voordat ik het volgende seizoen daar zou gaan spelen. En dat is dan best wel raar, want je bent er eigenlijk super blij mee dat je een mooie transfer hebt naar het buitenland. Of naar Italië in ieder geval. Maar op dat moment kan en mag je daar eigenlijk nog niks over zeggen. Dat is ook een beetje een soort van gentleman's code, denk ik, in het volleybal. Dat je dat ook niet doet naar je conculega's eigenlijk. Want het is gewoon voor iemand niet leuk die al weet dat die daar bijvoorbeeld volgend jaar niet meer speelt. En het seizoen nog gewoon moet afmaken. En daarnaast moet je er ook rekening mee houden van als je eigen club te horen krijgt van oké, ze heeft al ergens anders getekend. Als je dan een wedstrijd slecht speelt of de resultaten zijn er niet, ja, dan krijg je dat echt wel te horen. Dus dat is ook weer niet de bedoeling. Dus daarom is het belangrijk dat je dat altijd best wel lang nog eigenlijk stilhoudt gedurende het seizoen. En dat is best wel krom, want je bent er misschien ook wel super trots op en je zou het echt heel graag willen delen, maar dat moest ik dus toen nog wel een paar maanden mee wachten. Nou, toen kwam ik dus in Italië na die 2 jaar in Duitsland. En Italië is gewoon echt een onwijs volleyballand. Ik denk dat heel veel mensen daar ook echt van dromen om daar te spelen. De wedstrijden zijn in het weekend gewoon op de rij, worden daar live uitgezonden. En het leeft daar gewoon onwijs met de fanclubs en alles. In Italië geldt dat je 6 buitenlanders per team mag hebben en er mogen op papier, zeg maar, en 4 mogen in het veld staan. Daardoor is het dus ook echt lastig om in Italië je plekje te bemachtigen, zeg maar. Ik denk dat Dirk daar als libero misschien over mee kan praten, dat het voor libero's echt bijvoorbeeld onwijs lastig is om een goed team in het buitenland te vinden. Want teams kiezen toch eerder voor een diagonaal, een aanvaller en spelverdelen in het midden dan voor een libero. Ik was in ieder geval heel blij dat ik mijn plek in Italië had weten te bemachtigen. En in Italië gaat echt alles in het Italiaans. Veel meiden kunnen bijvoorbeeld ook gewoon geen Engels. Ik kwam dat jaar bijvoorbeeld met Francesca Piccinini in het team, echt de vedette uit Italië. En zij heeft haar hele leven in Italië gespeeld. Aanvoerder geweest van het nationaal team van Italië, maar kan echt geen woord Engels. Dus ik moest daar echt wel Italiaans gaan leren om het bij te houden allemaal. Zo ook bijvoorbeeld de wedstrijdanalyses allemaal in het Italiaans. En dat voor mij een heel groot verschil was. We hebben dat die analyses echt heel erg uitgebreid zijn in Italië. Ik denk dat het grootste verschil is ook met landen als Duitsland en Turkije. Dat in Italië bereid je de wedstrijd heel anders voor. Zo bekijk je bijvoorbeeld per speelster, per verdedigings- en blokkeringssysteem, wordt het echt per situatie aangepast. Je hebt een systeem voor wanneer de aanvaller uit de side-out slaat, wanneer ze uit de rally slaat, wanneer ze zelf paast, wanneer ze hoge bal slaat. Je kon niet gek bedenken, maar er worden echt per rotatie, zeg maar, nog andere systemen op éénzelfde speelster toegepast. Dus het was voor mij ook echt studeren om die wedstrijden voor te bereiden. Maar dat maakt het ook echt heel leuk, want daardoor wordt volleybal ook een soort van schaakspelletje. Hoe je de andere aanvallen echt stil probeert te leggen. Hier in de slide zie je een beetje hoe het in Italië, zeg maar, hoe professioneel het eruit ziet qua vervoer. Met heel veel bestikkering, want het reizen in Italië gaat ook allemaal per bus. Veel wedstrijden zijn in Noord-Italië, dus dan moet je misschien een keer 2 uur in de bus maximaal. Dus dat is in Italië wel te overzien. Dus eigenlijk geen wedstrijden in Zuid-Italië. Ik had hier een vraag via Instagram. Is het moeilijk in het buitenland om te wonen als je de taal niet spreekt? Nou, daarom heb ik dus Italiaanse lessen op dat moment gevolgd met Judith Pietz en Celeste Plak, met wie ik speelde bij Novara. Waren de privélessen. En daar ben ik heel blij mee dat ik dat heb gedaan. Want zo kan ik bijvoorbeeld ook communiceren met de presidenten. Want dat is hetzelfde als in Turkije, daar in Italië. En mijn laatste jaren in Firenze
Was ik ook bijvoorbeeld aanvoerster en moest ook echt alle interviews doen voor televisie en voor de media, gewoon in het Italiaans. Dus ja, ik ben heel blij dat ik dat daar heb geleerd. Het is verder wel in Italië ook een harde wereld. Het is daar ook echt wel business. Het is natuurlijk heel mooi als je wint. Ja, is iedereen natuurlijk super blij en alles. Maar wij hebben ook wedstrijden verloren dat de coach gewoon in de kleedkamer stoelen kapot trapte. Na verloren wedstrijden zo vaak meetingen gehad. De volgende training bij de president in zijn hokje. Dat we daar gewoon weer dat we gewoon hele preken kregen. Dat we er werd gedreigd dat we ons salaris niet uitbetaald zouden krijgen als we niet nu een wedstrijd zouden winnen. Dus ja, dat is wel echt een hele, hele harde wereld weer. En daardoor ik wel ook echt ben gaan beseffen dat het echt ook wel business is. Verder is de Italiaanse cultuur ook anders dan in Turkije of Duitsland. Italië is best wel van bijvoorbeeld de sponsorevenementen. Je bent echt een paradepaardje van de sponsor. Ze betalen natuurlijk veel geld voor. Dus voor alle sponsorevenementen wordt het team uitgenodigd. Voor lange diners. Voor diners bij sponsorevenementen. Maar ook voor een wedstrijd bijvoorbeeld in hotels. Mag je er rust voor uitgaan dat het eten minimaal 1,5 uur duurt. Want je hebt natuurlijk een primo secondo en nog een koffie of een dolce na. Dus dat duurt allemaal heel lang. En wat mij meteen verteld werd in Italië toen ik daar kwam, was dat ik niet met natte haren naar buiten mocht wanneer je haren was. Je moet altijd een föhn mee hebben, want die mensen worden gewoon helemaal gek als je met natte haren naar buiten gaat. Ja, dat wist ik ook niet, maar goed. Dus tip als je daar gaat spelen, neem een föhn mee. En ook slippers voor onder de douche, want die hygiëne is nogal ver te zoeken daar in Italië. Want zelfs bij de topclubs heb je gewoon echt in de kleedkamers van die gaten in de vloer weer waar je moet plassen. En ja, dat is echt niet heel hygiënisch. Dus wel heel leerzaam, maar Italië ook een heel leuk land om in te wonen. Je ziet hier in de slide ook wat van de presentaties van de clubs, hoe groot en professioneel dat wordt aangepakt. Linksonder zie je mij nog met de hoofdsponsor van Il Bisonte van Firenze mijn laatste jaar. Hele excentrieke man is dat. En maar ja, echt, dat is echt de fijnste sponsor die ik ooit heb gehad. Het is echt als een soort opa voor mij geweest. En ja, ik heb er wel veel van geleerd van mijn jaren in Italië. Want ja, resultaat in het verleden bieden geen garantie voor in de toekomst. Ik werd na mijn eerste jaar in Novara zijn we landskampioen geworden. Dat was de eerste landskampioenschap voor de club ook. Daarnaast was ik die zomer nog best zet op het EK geworden. Dus ik ging eigenlijk best wel lekker. Maar ondanks dat ik een 2-jaar contract had, daar trok ze ondertussen ook een andere spelverdeelster aan. Via het volleybal Roddel circuit had ik dat al een beetje te horen gekregen. Maar de club heeft mij dat toen heel laat gecommuniceerd eigenlijk. Waardoor ik in die tijd niet een goede andere vervangende club kon vinden. Waardoor ik eigenlijk dus een tijdje zonder club heb gezeten. Dus ja, daar heb ik dus ook veel van geleerd dat het echt wel een harde wereld is. En ja, dat de ene dag ben je de hero en de volgende dag ben je eigenlijk helemaal niks meer waard. En voor de rest natuurlijk heb ik echt vloeiend Italiaans geleerd. Nieuwe vriendschappen opgedaan. En ja, weer heel veel mooie ervaringen rijker. Zijn er nog vragen, Dirk? Ja, ik... Ik ben vooral benieuwd, we hebben natuurlijk gewoon veel gepraat ook over en we hebben ook veel gehoord over het harde en dynamische leven van de topvolleybalsters in het buitenland. Maar ik ben heel benieuwd waar je plezier uit haalt. Waar kijk je op? Ja, wat ik echt het allerleukste vind, ook bijvoorbeeld in Italië, is dat er superveel publiek bijvoorbeeld bij de wedstrijden zit. En er is echt een mooi sfeertje om die wedstrijden te spelen, want het publiek leeft echt mee, het land leeft gewoon mee om hij staat echt achter het team. En ook bijvoorbeeld een hele mooie herinneringen heb ik natuurlijk aan de play-offs, de wedstrijden voor de finale, zeg maar, in Novara. Dat was een super spannende play-off-serie. En ja, dat zijn de mooiste wedstrijden die ik heb gespeeld natuurlijk. Dat je mag spelen voor het kampioenschap. En ja, de hal bomvol. En ja, dat was zo gaaf, weet je. En ook het moment dat je dan kampioen wordt, weet je. Het is gewoon één groot feest. En ja, dat zijn wel, zeg maar, de wedstrijden ook waarvoor je speelt. En
en wat een mooie momenten in je carrière zijn. Maar ik geniet bijvoorbeeld ook zelfs van een wedstrijd. Afgelopen jaar speelde ik dus in Firenze. En daar heb je in Florence heb je altijd de derby tussen Scandicci en Firenze. Ja, en dat is gewoon echt binnen die stad is dat gewoon echt een dikke fight, weet je wel. Dus ja, dat zijn echt super leuke wedstrijden om te spelen, omdat het publiek zit bomvol, maar is ook echt tegen elkaar. Dus ja, er is zo'n gave sfeer, zeg maar. En als je dan gewoon een goede wedstrijd neerzet, of je dan wint of verliest, natuurlijk win je die graag. Maar dat zijn gewoon de wedstrijden waarvoor je gewoon echt volleybalt met die leuke sfeer. Dus ja, tuurlijk, het is harde business en je moet altijd de wedstrijden winnen. Maar ja, dus er komt ook zoveel leuke momenten bij kijken wat je echt een kick geeft. Ja. Ja, dus ook al had je misschien niet per se de ambitie om als je jong meisje naar in het buitenland te volleyballen, je haalt er toch wel heel veel mooie dingen uit. Wat is ligt er nog in het verschiet voor je? Waar droom je nog van? Waar ik nog van droom is echt om een keer een Champions League Final Four te spelen. Dat is eigenlijk het enige wat nog echt mist in mijn carrière, zeg maar. Natuurlijk had ik heel graag nog een Olympische medaille gepakt, maar dat weet ik niet hoe realistisch dat natuurlijk is. Wij zijn natuurlijk niet geplaatst voor Tokio en ik weet gewoon niet of ik over 4 jaar nog voor Oranje uitkom natuurlijk. Dus ja, die Champions League Final Four, dat heb ik nog wel heel hoog op mijn verlanglijstje staan. Ja. Nou ja, goed. Succes daarmee. Ik ben ook wel, de tijd van deze opname, zitten we midden in de coronacrisis. Ben je natuurlijk ook druk met het fit blijven voor je avontuur richting in Rusland. Je bent ook druk bezig met het ontwikkelen van je eigen kledinglijn. Hoe is dat voor je om met andere dingen ook nog bezig te zijn? Ja, ik vind dat heel fijn om ook naast het volleybal nog wat anders te hebben. Zoals in de beginjaren dat je in Duitsland speelt, dan ben je zo gefocust ook op die trainingen overleven. Zit je zo in het ritme, omdat alles best wel nieuw is natuurlijk. En de laatste jaren heb ik wel gemerkt, ook omdat je in Italië bijvoorbeeld minder traint dan in landen als Duitsland, dat je wat meer tijd over hebt. En ja, ik vind het heel fijn om naast speelster ook als mens gewoon nog te ontwikkelen. En ik vind het ook echt leuk om naar dingen te zoeken om ook bijvoorbeeld jonge volleyballers wat terug te kunnen doen. En zo ben ik natuurlijk ook bijvoorbeeld met de XRV, mijn eigen kledinglabel, zeg maar, begonnen. Omdat ik vaak ook de vraag kreeg via social media van, Laura, heb je misschien een shirtje over? Maar ja, wij zijn natuurlijk niet, zoals je weet, geen voetballers die iedere wedstrijd het nieuwe tenue krijgen. Dus ja, wij hebben meestal maar drie oranje shirtjes per zomer, waar we dan de hele zomer mee moeten doen. Dus ja, al die aanvragen daar kon ik niet op ingaan. Dus ik vind het heel leuk dat ik op zo'n manier misschien wat voor de jeugd terug zou kunnen doen. En ja, ik vind het gewoon echt leuk om ook in de sport en de sportmarketing en me daarin te ontwikkelen. Omdat je best wel veel achter de schermen ziet, vind ik dat leuk om daar verder te ontwikkelen. Ja. Ja, goed. Er is inderdaad nog een leven na het topsport. En goed dat je daar ook in ontwikkelt. Ik denk dat we nog naar de laatste slides gaan van de presentatie. Klopt dat? Ja, want wat ik net al zei van wat ik in mijn vrije tijd doe, ben ik me inderdaad verder een beetje aan het ontwikkelen. En we gaan nu door naar een ander land. Want ik heb natuurlijk volgend jaar getekend in Rusland. Dus dat wordt een hele nieuwe uitdaging. En ik heb nu ook vaak de vraag gekregen van hoezo ga je in godsnaam naar Rusland toe? Ik zat natuurlijk super comfortabel in Firenze bij gewoon een leuke, goede club. Goede competitie, ik spreek de taal, ik ben een aanvoerster. Dus ja, ik had het gewoon echt heel goed voor elkaar. Maar ik had 2 jaar geleden al voor de eerste keer een aanbieding van Kaliningrad ook. Die heb ik toen afgewezen, omdat ik toen in Firenze had getekend. Vorig jaar had ik ook een aanbieding van Moskou. En die heb ik ook afgewezen, omdat ik het zo goed naar mijn zin had in Firenze. En ik had dus zelf al een paar jaar in mijn hoofd speelde ik al een beetje met het idee om een keer naar Rusland toe te gaan. En dus voor mij komt het niet echt heel erg als een verrassing. Dus ook heeft het ook wel te maken met die carrièreplanning wat je dus in het begin met je makelaar hebt gedaan. Om ook misschien financieel een keer wat extra eruit te halen. En ik heb hier ook in het schema gezet, zeg maar, van
op een gegeven moment heb ik dus alle plus en minnen tegenover elkaar gezet van, om die keuze te maken. En het wordt een hele bijzondere uitdaging, denk ik. Alle wedstrijden zullen gevlogen worden. Dus ik moet bijvoorbeeld ook dan een wedstrijd in Siberië spelen. Nou, dat is dan 9 uur met het vliegtuig. Heb je een jetlag. Je overnacht. Je speelt de volgende dag de wedstrijd. En daarna vlieg je dus weer terug. En ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn sowieso. Voor de rest kan ik natuurlijk geen Russisch. Ik spreek de taal niet. Dus ik ben in ieder geval nu de letters alvast een beetje aan het leren. Zodat ik in ieder geval kan lezen waar de exit staat in de ingang, zeg maar. Dat ik niet de verkeerde kant op loop of op rij zelfs. Want ik moet daar natuurlijk ook rijden. En ja, het wordt voor mij sportief in ieder geval wel een mooie vooruitgang. Want wat ik al net al zei, ik heb gewoon wel die droom om een keer een Champions League Final Four te halen. En Kaliningrad speelt Champions League in ieder geval. Met een paar goede Russische internationals erbij. Dus sportief is het voor mij wel een stap omhoog, denk ik. Qua team ga ik in een beter team spelen dan bij Firenze. Dus ja, ik denk dat het een hele mooie levenservaring gaat worden. En ik ben heel erg benieuwd. Ja. Nou, hartstikke mooi. Waren daar nog vragen over? Ja, ik heb eigenlijk nog maar 2 vragen voordat we richting de afsluiting gaan. In de eerdere... het begin van je presentatie zei je ook dat je veel van ouderen kan leren. Ben jij nu ook een van de meiden die andere jonge meiden tips geeft? Ja, Dick, ik ben nu ook oud. Nee. Ja, ik denk het wel. Ik denk ook vooral als spelverdeelster. Ja, het klinkt heel stom, maar met... ik denk dat Yannick dat wel kan beamen, maar hoe ouder je wordt, hoe meer ervaring je ook hebt, zeg maar, in de wedstrijden spelen en hoe meer rust je misschien ook vindt in je eigen spel, meer overzicht, waardoor je ook gewoon meer de tijd hebt om bijvoorbeeld andere speelsters daarin ook te helpen. Je hebt gewoon meer energie om ook andere speelsters te helpen. Afgelopen zomer heb ik bijvoorbeeld in Oranje de Nations League gespeeld met een hele jonge team, met meiden uit Jong Oranje. En ik vind het dan ook inderdaad echt wel leuk om ook die jonge meiden juist die handvaten te geven om het spel wat simpeler of makkelijker of overzichtelijker te maken. Dus ja, je mag mij inderdaad nu ook wel oud noemen als je dat graag wil. Ja, nou ja, dat was niet mijn bedoeling hoor, maar het is natuurlijk wel een beetje zo. ik ben als afsluiting, wat mij betreft, ben ik heel benieuwd. Je bent succesvol, je hebt een hoop dingen meegemaakt die je niet verwacht had. Er zijn een hoop onverwachte dingen op je pad gekomen. Daar ben je flexibel mee omgegaan, je hebt de top bereikt. Laten we even eerlijk wezen, je hebt een palmares waar heel veel meiden heel jaloers op gaan zijn. De Olympische Spelen meegemaakt, natuurlijk heb je nog dromen, maar je hebt een hele hoop succes waar je op terug mag kijken. Als jij 1 advies zou mogen geven naar de mensen die aan het kijken zijn, om succesvol te zijn, wat voor advies zou je dan geven? Ik zou inderdaad meegeven aan mensen dat je... ik denk dat het belangrijk is om altijd dicht bij jezelf te blijven. En echt, ondanks dat het bijvoorbeeld een harde wereld is of zo, echt plezier te halen uit wat je doet. Altijd nieuwe, ja, je kan altijd je geluk ergens in vinden. En ja, je kan daarin ook flexibel zijn. Ik heb bijvoorbeeld ook jaren gehad van dat het bijvoorbeeld sportief wat minder goed ging. Dan heb ik mijn geluk misschien meer uit dingen gehad dat ik hele fijne teamgenoten had. Soms had je een minder leuk team, maar ging het sportief heel goed. Ik denk dat het belangrijk is om altijd voor jezelf iets te vinden waar je gelukkig in bent. En dat je daar lekker gedreven in kan zijn en dat je daarin je passie niet verliest. En ik denk, ja, weet je, als je gewoon blij bent, een goede positieve energie om je heen hebt, dan komt de rest wel vanzelf. Dankjewel, mooi antwoord, Laura. Dankjewel voor jouw presentatie. We gaan schakelen naar Yannick om dit webinar af te sluiten. Namens mij hartstikke bedankt. Het was een eer dat je bij ons te gast was. Ik geef het woord aan Yannick. Ja, fantastisch verhaal. Laura, ik wil je echt ontzettend bedanken voor dit mooie... een inspirerende verhaal. Ik weet zeker dat de mensen thuis dit ontzettend leuk vinden. Ik ben blij dat je te gast was. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vond. Heb je er een beetje van genoten? Zeker, zeker. Okay. Ja, zeker. Ik vond het heel spannend, maar het was leuk om te doen, absoluut. Mooi zo.
En nogmaals bedankt voor de kijkers thuis. Heel erg bedankt voor het kijken. We hopen dat jullie ervan genoten hebben. Ik weet het eigenlijk zeker. We hopen je ook nog te zien bij onze specialistische clinics die we organiseren. Of de Talent Days. En een fijne dag en tot ziens.